jij die tekening gemaakt? Ja. Wat heb je tot je verdediging te zeggen? Tekening is slecht. Maar ik kan ook niet tekenen. Ik doe het alleen maar omdat de kinderen het zo graag willen. Zo. En dan teken je bij voorkeur regenten. Op. Een mooi voorbeeld. Ken je dit product? Schaam jij je niet? Schamen? Wie in mijn kastje heeft ingebroken, die moet zich schamen. Hoe durf jij zo een toon aan te slaan? Je bent zeker vergeten wie je bent. Een vondeling ben je. In een doos hebben ze je voor de deur neergelegd. Iedere hap eten heb je aan deze inrichting te danken. En wat doe jij? Je maakt je weldoeners belachelijk. Maar nu is het uit. Nou ga je werken voor de kast. Als je zelf de handen uit de mouw moet steken, je nog wel eens zien. Slechter dan hier kan ik het nooit krijgen. Hoe bedoel je dat? Ik bedoel dat ik helemaal niet dankbaar ben. Omdat ik voor niets te danken heb. Al praten jullie voortdurend over dankbaarheid. Mij is niets geschonken. Liefdadigheid. Ik heb in dit huis mijn eigen brood verdiend. Ik heb hier gewerkt vanaf dat ik een kind was. Toen ik 11 jaar was, wou een dame mij als kind aannemen. Maar u hebt net zo lang gedraaid tot ze een ander kind aannam. Alleen omdat u mijn hulp niet wou missen. Ik had een thuis kunnen hebben. Een thuis. Zoals andere kinderen. Maar u gunde het mij niet. Geen traan zal ik laten als ik hier wegga. Ik ben heus niet bang om te werken. Ik zal mijn kostje wel ophalen als ik hier maar weg ben. Jarenlang heb ik in een gevangenis geleefd. Ik kan het niet langer. Ik wil het niet langer. Ik moet weg. Ik moet weg. Zegt u hiervan, dames en heren? Ik zeg, hoe gauwer we haar kwijt zijn, hoe beter. Och nee, ja. Dat meisje is overstuur. Dat mag u niet zo letterlijk opnemen. Nee. Ik zie geen enkel excuus. Ze moet eruit. Ja. Het spijt me verschrikkelijk dat dit gebeuren moest. Juist nu. Dat arme kind. Krijgt een behoorlijke opleiding. Meent u dat werkelijk? Daar zal ik voor zorgen. Maar dat is prachtig. Belooft u me dat u dankbaar zal zijn? Alsjeblieft geen dankbaarheid. Hier heeft u die bekostigd. Dat is de enige voorwaarde die ik stel. Maar ze zal u toch willen bedanken? Er wordt u niet bedankt. Tot nu toe heeft het arme kind voor ieder stuk brood moeten bedanken. Verwondert me nog dat ze er niet in gestikt is. Nee, ik wil volkomen onbekend voor haar blijven. Het zal trouwens niet zo moeilijk zijn. Judy. Je schrift gevonden. Oh, ik zal het wel niet meer nodig hebben. Zeg, ben je nog kwaad op me? Op jou? Ja. Dat is goed. Dat heb ik gedaan. En die tekening ook. Ach, het geeft toch niks? Ben je dan helemaal niet meer kwaad? Heus niet. Hè, fijn. Judy, ik heb nieuws voor je kind, lief. Goed nieuws zelfs. Goed nieuws voor mij. Ja, je toekomst ziet er heus niet zo ernstig uit als je wel denkt. Dat zegt u alleen maar om me te troosten. En als er nu eens iemand was die je verder wilde laten studeren? Zeker op een fabriek of in een gezin met 7 kinderen. Nee, in ernst. Iemand wil voor je zaak. Is dat waar? Is dat heus waar? Krijg ik het dan net zoals andere kinderen? Een thuis met een vader en moeder en mooie kleren, maar dat kan toch niet? Wie is het? Dat doet er nu toe. Je kent hem toch niet? Is het een van de heren die hier waren? Ja. Jammer, ik heb niet zo op ze gelet. Mag je niet zijn ware naam zeggen? Kind lief, maar noem hem Smit. Ah, Smit. Hij wordt je voogd. Voogd? Mijn voogd? Maar dan heb ik dus iemand op de wereld. Dan ben ik niet meer alleen. Mijn voogd? Mag ik hem vader noemen? Misschien wel. Ik kan het nog niet begrijpen. Het is zoveel opeens. Waar is hij? Mag ik hem spreken? Ik mag hem toch wel zien? Nee, Judy, hij wil absoluut onbekend voor je blijven. Maar je mag hem iedere maand schrijven. Dat wil zeggen aan zijn secretaris. Maar ik zou toch wel heel graag weten hoe hij eruit ziet. Zien mag ik hem toch wel? Eén keertje maar. Doe nou. Doe nou. Nee, Judy, heus niet. Werkelijk, het kan niet. Kom, wees nou kalm. In donker kun je toch niet zien? Is hem dat soms? Die schaduw? Oh, ik wou dat ik nou zijn gezicht maar kon zien. Vadertje, vader. Wat een
mama lange benen heeft. Nou weet ik ineens hoe kom je nu zat. Mijn eigen goeie vadertje Langbeen. Voor mij? Nou, en blijf me toch af van de blauwe badpak. Ja, maar dat vind ik juist leuk. Nou, dan neem ik dit. Ach, zeker omdat ik het al heb uitgezocht. Ja, maar wij staken tegen. Je hebt toch zelf gezien dat ik hier niet sta? Je lijkt erop pest. Wees toch niet zo vervelend. Als ik het neem, kun jij toch ook niet mee lopen? Nou, ik wil denken tenminste voor een halve tweeling te worden aangezien. Hou jullie toch op met die herrie? Ik kan geen klap uitvoeren. Nou, dan wacht maar even. Onze badpakken zijn minstens zo belangrijk als jouw thema's. Ik word toch gek van het lawaai. Nou, dat moet jij weten. Maar de kamer is gemeenschappelijk en we hebben allemaal evenveel recht. Doe niet zo wauw, Doris. Je weet heel goed dat ik werken moet. Je kan hier toch je modeshow houden? Leer dat van mij. Een aardig badpak is heel wat belangrijker dan het Latijnse thema. O, zo. Ga je mee thee drinken in het paviljoen? Dank je. Ik heb wel wat anders te doen. Nou, stel je nou niet aan. Je doet alsof het leven alleen maar uit werken bestaat. Ik weet ja? dat ik naar de... Ik weet dat je een verwoudenbare bent. Je oom Albert is de bekende bankier en jij studeert alleen maar omdat het staat. Maar omdat je wat bereiken wil, inderdaad. Ik hoef van na de hand mijn brood niet meer te verdienen. Ach, hou nou eens op met je geblokken. Ga liever een paar leuke jurken uitzoeken. Stuur de rekening maar naar je voogd. Meneer Smet geeft al genoeg voor me uit. Mijn studie, al die boeken, mijn pension hier. Ach, onzin. Tenslotte is het toch jouw geld waar je het van betaalt? Wat zeg je, mijn geld? O ja, goed. Mijn geld, maar daarom wil ik het toch niet wegsmijten. Trouwens, ik krijg genoeg. Vandaag heb ik weer nieuwe handschoenen gekregen. In Indië komt zo normaal dat we nog wel het nodig over te horen krijgen. Mama is zo precies in die bestemming. Beeldig, hè? Ach, maar die horen toch niet bij elkaar? Dat is nou de nieuwste mode. Ik weet alleen nog niet precies welke kleur het beste bij mijn paan past. Ik zal ze voorlopig maar aanhouden. Als ik jou was, dan zou ik weer naar bed gaan. Dat doe ik misschien nog wel. Hallo, zus. Hallo, Frits. Hallo, Doris. En hoe gaat het met jullie? Hoe is het met jou? Wat is dat? Nieuwste creatie gelanceerd door jullie ouders. Zeer origineel. Minstens origineel als een badpak uitzoeken dat een ander al gekozen heeft. En hoe staat het met je examen? Beroerd. Maar ik mag over 6 maanden terugkomen. Boffen mijn patiënt even. 6 maanden uitstap van executie. Nou, zeg, dat is ook een opvatting. Leeft je nieuwe wagen nog? Prima. Stinkt alleen nog een beetje van die laatste aanrijding met die haringkar. Nou, gaan jullie mee? Maar dan moet er één in de kattenbak. Niet nodig, ik blijf thuis. Thuis. Oh, je bent wel aardig. Ik stel blijkbaar niet mee. Zeg, je bent ook gauw op je teentjes getrapt. Dan moet je maar niet zo duidelijk zijn. Die komt er weer bij. Nou, gaan jullie mee of niet? Je kunt mij wel schrappen. Oh, wat is het leven moeilijk. Verdwijn jullie alsjeblieft, want ik heb nog wat te doen. En zet jij een ander gezicht. Lach eens tegen Duimpje. Ja, alsjeblieft. Nina?